De graafverhaal is eigenlijk ergens begonnen in augustus. Daar zijn de eerste onderhandelingen begonnen. Dat leek allemaal veelbelovend op dat ogenblik. Er werden mooie verhalen naar ons verteld. Is dat zelfs geconcretiseerd in een contract op 4 oktober. Hebben we dat ondertekend. Het ging de club eigenlijk op een financieel pad brengen waar we eigenlijk de dingen die wij op 3 tot 5 jaar wouden doen, eigenlijk op 3, 4 maanden zouden kunnen doen, waar de club een enorme voorsprong zou krijgen, zowel op financieel vlak als op sportief vlak. Op de twee vlakken eigenlijk zouden we 3 stappen, alleen laten we zeggen 10 stappen vooruit doen. Daarom zijn we meegegaan in dat verhaal. Dan zijn de maanden voorbij gegaan eigenlijk en werden we eigenlijk een beetje gewaar dat het niet echt 100% kosher was. Zat er een einddatum op het contract van 31-12, dus die datum hebben we gewoon moeten afwachten. Zijn er daar nog wat beloftes gemaakt? Hebben we het een beetje laten uiteinden tot we gewaar werden dat het eigenlijk een hopeloos verhaal was. Het probleem zat erin natuurlijk dat we juridisch een beetje vastzaten aan het contract. Dat we dat via een bepaalde procedure de opzeg moesten doen. Daardoor hebben we ook eigenlijk heel weinig kunnen communiceren naar pers toe, naar onze achterban, eigenlijk naar onze supporters toe. Dat was ons grootste probleem, dat we eigenlijk niks hebben kunnen zeggen. En dat is eigenlijk nu, sinds maandag, is dat tot een einde gekomen eigenlijk heel die overeenkomst. Dat is een beetje in een notendop geschetst wat er in de afgelopen maanden gebeurd is. Goh, ik denk dat we op 4 oktober hebben wij een overeenkomst getekend. Daar stonden alle correcte bankrekeningnummers in. Dus laat ons heel duidelijk zijn, alle bankrekeningnummers waren geweten. Dat heeft niks te maken met een verkeerd bankrekeningnummer. Dat zijn ook heel veel verhalen die de wereld zijn ingestuurd. Ik denk dat we daar een beetje moeten geloven wat wij zeggen. Want ik denk dat wij altijd correct zijn geweest. Ik denk dat ondertussen gebleken is dat de heer De Graven andere agenda's heeft, laten ze het zo zeggen. Dus ik denk dat meer dan voldoende tijd gegeven is om die dingen te regelen. Zelfs nog na het zogezegde verkeerde bankrekeningnummer was er nog tijd genoeg om dingen te betalen of te regelen. En dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik denk dat wij op dat vlak alles gedaan hebben dat we moesten doen. Maar dat meneer De Graven nogal heel veel verhalen de wereld in heeft gestuurd. Ook via foute kanalen, via supporters en wat weet ik allemaal. Dat is spijtig eraan dat die persoon eigenlijk heel veel mensen aan het lijntje heeft gehouden. Valse informatie heeft doorgegeven, waardoor dat er heel veel verhalen de wereld ingestuurd zijn en dat eigenlijk onze club er eigenlijk heel veel heeft onder geleden op dat ogenblik. Volledig afgerond. Sinds maandag is dat tot verleden tijd. Wij zijn dat nu aan het bekijken met onze juristen eigenlijk. We zijn dat intern aan het bekijken of dat een optie is om dat naar de toekomst toe te gaan doen. Zo is dat. Cijfers zijn cijfers, daar kunnen we niet op heen. We staan op dit ogenblik 12e in de competitie. Een verklaring daarvoor is moeilijk te vinden. Ik ben er heel eerlijk in. Ik denk dat we tot en met november, eind november zelf, de wedstrijd die thuis tegen Sint-Truiden, op een mooie positie staan. Derde plaats, een aantal punten van de eerste plaats. Ik denk dat iedereen dat kan beamen dat dat op dat ogenblik eigenlijk meer dan verhoopt was. Het was fantastisch eigenlijk. Dan zijn we eigenlijk misschien in een negatieve spiraal geraakt eigenlijk, laten we het zo zeggen. Een aantal thuiswedstrijden verloren. En sindsdien is die negatieve spiraal eigenlijk nog niet weggewerkt. Er zijn een aantal spelers die voor mij ondermaat zijn gebleven. We hebben natuurlijk ook het verlies van Freddy Mombongo in het begin van het jaar, dat ook eigenlijk een naderlating was voor ons. Ik vind dat persoonlijk toch een van de aspecten die toch het scorend vermogen wat naar beneden heeft gebracht. Maar dat neemt niet weg dat ik persoonlijk vind dat er toch een aantal mensen die naar de club zijn gehaald om een meerwaarde te betekenen, dat die toch niet het behaalde niveau hebben gehaald. Misschien is dat ook onze fout natuurlijk, dat wij zelf misschien een foute inschatting er hebben in gemaakt, dat kan. Maar als je tot november kunt, waarom kun je het dan bijvoorbeeld niet tot april? Dus ik denk dat op dat vlak toch heel wat spelers tekort zijn gekomen in de afgelopen 2, 3 maanden dan. Nee, dus qua infrastructuur hebben wij op dit ogenblik een enorme vooruitgang geboekt in de club. Laat dat heel duidelijk zijn. Er is een professionele omkadering gebeurd sinds dat Dennis van Wijk hier is. We hebben videoanalyse erbij gekregen. We hebben samenwerking met Sportoase. We hebben ondertussen het kunstgrasveld dat erbij is gekomen. De voetbalvelden worden perfect onderhouden hier. Dus medische begeleiding staat op punt. We hebben elke dag onze dokter hier. We hebben 2 kinesisten ter beschikking dagelijks. Dus op dat vlak zit het toch in een enorme vooruitgang in de club, laten we het zo zeggen.
Wat we ook op dit ogenblik aan het doen zijn, en hetgeen dat we vorig jaar misschien de fout in gedaan hebben, dat we te laat begonnen zijn. We zijn nu al bezig naar volgend jaar om te kijken wat zijn onze opties, welke spelers gaan er vertrekken, welke nieuwe spelers gaan we proberen aan te werven naar het nieuwe seizoen toe. Dus dat is voor ons toch een hele vooruitgang dat we vorig jaar eigenlijk op een heel laat tijdstip daar zijn moeten beginnen, ook omdat onze trainer ook wel later is gekomen. Dus, maar goed, daar zijn we nu al mee begonnen, dus ik denk dat we naar volgend jaar toe gaan proberen om daar veel sneller mee klaar te zijn en dat we heel onze voorbereiding met de nieuwe mensen kunnen doen. Tja, ik denk dat men dat ook allemaal wel een klein beetje weet, maar ik zal het toch nog één keer verduidelijken. We zaten met de piste De Graven, waar wij er enorm op rekenden dat hij de financiële inbreng ging brengen die de club nodig had op dat ogenblik. Wij hebben dat dan niet meer persoonlijk gedaan op dat ogenblik. Hebben wij gezegd van goed, wij gaan het overlaten aan De Graven. Dat is dan niet gebeurd. Op een bepaald moment hebben we dan gezegd van oké, het transferbod was er. Maar ja, we moeten het oplossen, het kan niet blijven duren. Hebben wij natuurlijk... Persoonlijk, ikzelf eigenlijk, heb dan gezegd van oké, we gaan zelf de inbreng doen om dit transferbod zo snel mogelijk op te lossen. Maar het is natuurlijk nefast als je in onderhandeling bent met iemand eigenlijk die de club financieel toch een serieuze inbreng gaat doen, dat je daar een beetje op rekent en dat je daarop voortgaat. Maar goed, het is dan de tegenovergestelde richting gebleken, hoe spijtig dat ook mag zijn, maar het is wel de realiteit. En hebben wij gezegd, oké, wij willen de club zeker en vast niet laten gaan. We hebben er nu al zo hard voor gewerkt. We hebben er anderhalf jaar ons best al voor gedaan. We die club 100% in orde maken. Dat hebben de afgelopen transfers, licentieperikelen ook bewezen eigenlijk. Dat wij nooit de club daar op dat vlak in de steek hebben gelaten. Dat we altijd onze licentie hebben gehaald. En wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en ook de licentie voor januari ook weer gehaald. Ik denk dat dit jaar ons toch weer een beetje geleerd heeft dat we toch nog moeten bijstellen, dat we de tering naar de nering gaan moeten zetten en dat we toch nog moeten gaan inbinden. We zitten nog altijd met het verleden dat we toch nog altijd een beetje meesleuren. Het begint beter te worden, ik moet er ook eerlijk in zijn, we zijn nu anderhalf jaar ver. Ik denk tegen het einde van dit seizoen dat het merendeel van de kleinere schuldeisers, dat we die weggewerkt gaan hebben, blijft de grote nog over. Maar we begonnen toch een klein beetje in dat opzicht nog meer gaan moeten saneren op alle manieren dat we kunnen. Ik denk dat we toch misschien een beetje de teugeltjes zelf een beetje te losgelaten hebben hier. En dat gaan we zeker en vast wat strakker moeten aantrekken. Dat we het budget beter beheren nog. En dat we niet meer in de problemen kunnen geraken. Hetgeen dat we dit jaar toch weer 2-3 keer hebben meegemaakt. Ik wil natuurlijk nog een klein beetje verontschuldigen voor vorig seizoen, omdat je daar in het begin van het jaar toch nog een klein beetje met het fenomeen Gram hebt gezeten. Dat toch een serieuze deuk heeft gegeven in ons budget. Maar dat neemt niet weg dat we toch gezien hebben in de loop der maanden dat we naar volgend jaar toe daar toch serieus gaan moeten bijsturen. Wat de toekomst daarover betreft zijn we op dit ogenblik nog met de financiële partners aan het praten eigenlijk om de toekomst van de club nog te stabiliseren eigenlijk, te garanderen naar de toekomst toe. Dat lijkt ook onze prioriteit ook nog op dat vlak te zijn. Dat is volledig uit een boze. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ga dat heel duidelijk zeggen. Er is niets van een fusie. Wij gaan werken met deze club. We hebben dat nu al anderhalf jaar gedaan en wij gaan er verder mee werken. Wij weten dat deze club enorm veel potentieel heeft. We hebben gezegd, het is 3 tot 5 jaar. Wij gaan er verder aan blijven werken en wij gaan die club op de rails zetten. Dat is iets dat wij beloofd hebben in het begin van het jaar en we gaan er blijven aan werken. We weten dat het kan, het potentieel is er, de achterban is er. Iedereen blijft zich er niet 100, maar 500% achter zetten. Ik ben er alleen maar zeker van dat we het tot een goed einde kunnen brengen en dat gaan we blijven doen. Dat zijn altijd momentopnames natuurlijk. Hè. Op een momentopname zal ik misschien af en toe wel eens gezegd hebben, godverdikke, had ik dat geweten, had ik het niet gedaan. Maar ik blijf zeggen, zoals ik er juist heb gezegd, deze club heeft enorm veel potentieel. Met de juiste mensen waar we nu mee aan het werken zijn. En die mensen die willen allemaal mee 100% ervoor gaan voor die club. Ben ik ervan overtuigd dat we dat tot een goed einde gaan brengen. En dat gaan we zeker en vast doen. Ik denk dat het bewijs daar ook is dat wij niet 100, maar 500% in de club geloven is. We hebben persoonlijke borgen in de club zitten. Ik denk dat we op dit ogenblik al de enorme schuld die er was serieus hebben kunnen afbouwen. Dat we er heel hard aan werken, ook nog om dat verder uit te werken, die afbouw van die schulden. Ik denk dat iedereen weet dat we op dit ogenblik in de moeilijke tijden zitten. En dat wij nog altijd rekenen op onze supporters, die we heel hard nodig hebben. En als iedereen daarmee achter gaat staan, zowel supporters als wij zelf, als bestuur, als iedereen in de omkadering, dan denk ik dat wij dat tot een heel goed einde gaan brengen. En daar rekenen wij als club zeker en vast op.